Waarom hebben al die voetballers van die Hitlerjugendkapsels? Ja, het is nu wel populair. Dat is allemaal met de Tom Deuze, hè? Ja. Tom Deuze. Dat is niet te geloven. Je moet toch een model in je haar hebben? Ja, absoluut. Dat ga je ook eens moeten doen. Hey, morgen ga ik weer. Ja, ga je weer? Naar de haakarchitect. En hoeveel kilometer rij je daarvoor? Nou, dat is toch gauw 300 kilometer rijden. Maar dan heb ik er graag voor over. Want dan zie je er weer helemaal te gek. Je middel zo niet naar buiten met zo'n kapsel. Met zo'n opgeschoren kop. Zegt, dat is niet te geloven. Je loopt voor lul. En je betaalt er ook voor, hè? Dan heb je van die grote flappen, horen, krijg je. Maar je betaalt ook voor die haren? Nee. Dat is een vriend van mij. Ja? Ja. En die heeft gezegd, die heeft zijn zaak verkocht. En die heeft gezegd van... Tot je uit ergernis ooit wegloopt bij die gené, knip ik je gratis. Oké. Okay. Ik zei, nou, dat is niet zo lang meer dan... Nog 2,5 jaar, toch? Ja, precies. Ja. Maar als jij hier stopt, laat je echt groeien. Nee, ik denk als ik stop... Maar dat is pas nadat we dit contract nog jaren verlengd hebben. Ja. Dan ga ik naar de kapper, kort haar, doe ik de snor eraf... en niemand die herkent niet meer, joh. Ja? Maar geen knotje of zo? Of dat soort dingen? Nee. Je zou het kunnen hebben, hoor. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws. Download hem dus, de Veronica Insight app. Hij is recht nu. Echt waar.